gaven dan met elkaar op tafel zitten en dan een systeem ontwerpen. En dan komt de technische kennis van Van der Landen en dan de retail- en proceskennis van Albert Heijn komt bij elkaar en dat wordt gewoon een werkend systeem. Nou ja, je ziet hier eigenlijk het restant lege oude hal, waarin eigenlijk het manuele orderpikproces zat. En dat betekent dat je hier eigenlijk gewoon op de piekdagen 120 man rond had lopen. Arbeid is moeilijk te verkrijgen. Capaciteit is ook beperkt omdat je alles op de begane grond moet doen. Dus toen zijn we eigenlijk gaan kijken, ja, kunnen we hier een goede gemechaniseerde oplossing maken? Volgens mij hadden jullie 3 requirements. Er moeten 3200 SKU moeten erin. We willen 4 keer de productiviteit willen hebben. Het moet in de bestaande vloeroppervlak zijn. Ja. En kom maar met een idee. Je ziet gewoon dat het gewoon echt goed gaat en dat je veel meer winkels kan beleveren. Dus ja, hartstikke mooi. En als het zo vanaf scratch gemaakt kan worden, dan is het natuurlijk heel tof om te zien wat nu de nieuwe bottleneck is waar je helemaal niet over na hebt gedacht. Dus het blijft puzzelen, maar de operatie gaat hartstikke goed. We beleveren heel veel winkels. 1,4 miljoen colli per week. Ja, per week. En nog zeker. Meer. In de piekweken zeker meer. Dus als het kerst is of Pasen, dan... ja, dan schieten we daar overheen. Ja, wat ons betreft is dat eindpunt nog zeker niet bereikt. Wij waren de eerste, samen met Woolworths en Leclerc, die met dit systeem aan de gang gingen. Dus ja, je komt zaken tegen. Maar de performance naar de winkels, die staat echt bovenaan. Want wij zijn het magazijn van de winkel, hè? Dus dat betekent dat ze helemaal afhankelijk zijn van onze aanvoer. En we zijn gewend om handmatig te werken. Op het moment dat het tegen zit, dan haal je 20 man van de vershal, hiernaast haal je erbij. Met z'n allen zet je de schouders eronder en dan ben je weer klaar. En met een gemechaniseerde oplossing is dat anders. Je kan niet harder werken, want de robot gaat niet sneller stapelen dan dat hij kan. Dus dat betekent dat je slimmer moet gaan werken. You can Thank you. Zijn jullie operators, die hebben continu feedback gegeven. Ja. Moet die train moet die hier stoppen of moet die 20 cent meer links naar rechts? Dat onze stacking software mensen met jullie mensen net gingen, oké, maar hoe ziet zo'n rolcontainer nou uit die eruit gaat? Praktisch bouwen. Ja, precies. Ja. Ja, dat is, het is niet alleen maar 0 en 1. Ja, precies, dat is de mooie stap. Ja. Ja, maar goed, daarmee sprongen we wel lekker in het diepe. Ja, dat was. Dat heeft wel eens wat storingen gegeven. Maar ja, dat hoort er ook bij. Mooie dingen. Mooie momenten. Oh. Ja. Het werk is natuurlijk echt minder zwaar bij een organisatie. Dus mensen zijn gewoon meer tevreden over hun werkplek. Je ziet ook wezenlijke verschillen in verzuim. Overal is het veel minder belasting. Hier zien we eigenlijk het hele rijtje van de Toyota AGV's rijden. Nu nog vrij rustig. Maar we hebben natuurlijk 60 AGV's die hier op die hele smalle footprint rondjes rijden. Ja, dus de verkeersintensiteit is enorm hoog. Ja. Maar de uitdaging die je eigenlijk hebt is, je hebt hier machines staan en die produceren gewoon de hele dag, 100%. En wat je dus moet doen, is dat je vooruit gaat werken. Dus alles wat je hier produceert, moet je tijdelijk dat neerzetten tot de vrachtwagen daadwerkelijk geladen kan worden. Nou, dat bestond nog niet. De techniek van die voertuigjes die bestond wel. Nou, wij gingen in 1 keer 5 stappen verder. En nou zie je dit. Dat is best wel een mooi gezicht natuurlijk. Ja, dit is gewoon prachtig om te zien. Het is een hele andere wereld, maar waar eigenlijk achteraf met veel enthousiasme op terugkijken. En mensen het heel spannend vonden aan het begin. En dat, ja, dat snap ik, want het is natuurlijk een hele andere wereld. Het is voor iedereen was het nieuw, ook binnen Albert Heijn was het nieuw. Wanderlanden, moving your business forward.